huidige, toch met allerlei ingrepen, sommige ook incidenteel en financieel technisch van aard, met sluitende begrotingen en sluitende meerjarenramingen te komen. Nou, dat het college inderdaad vandaag de begroting heeft vastgesteld en ingezonden naar de gemeenteraad. En in algemene zin zijn we erg positief over de begroting. We zijn blij dat we voor 2020, maar ook de daaropvolgende jaren, met sluitende begrotingen kunnen werken. En, niet onbelangrijk, dat we ook op een aantal terreinen, ten behoeve van de inwoners van deze stad, ook wat middelen beschikbaar hebben kunnen krijgen om te intensiveren. Bijvoorbeeld ten behoeve van de binnenstad, economie en het wijkgerichte werken. We hebben een begroting kunnen samenstellen waarin de lasten voor de burger heel beperkt stijgen. Ongeveer een 3%, 3,5%. Wat voor een gemiddeld gezin neerkomt op 28 euro per jaar. Gemiddeld zeg ik. En niet onbelangrijk daarin is dat wij gezorgd hebben dat we geen extra lastenverhogingen hoefden door te voeren. Bijvoorbeeld wat je in omliggende gemeenten veel hoort, een extra verhoging van de OZB. Onze doorbraakmethode natuurlijk. De wethouder Maathuis die zei al, 2020 is het jaar van de uitvoering. Nou, dat geldt ook op het thema zorg en onder andere die doorbraakmethode. Want daar verwachten we echt dat wij onze inwoners, waarbij er toch sprake is van wat complexere, meervoudige problematiek, dat we op die manier echt ook doorbraken kunnen genereren bij deze mensen om ze. Zijn vastgelegd in de programma's. Die ook de verschillende programma's die we ook gezamenlijk met de gemeenteraad in het voorjaar hebben vastgesteld. En daar... Ik verwacht in algemene zin, gelet op het feit dat we een heel stabiel begrotingsbeeld laten zien met positieve impulsen, dat raadsbreed mensen tevreden zullen zijn. We hoeven niet heel erg zwaar tekorten op extra taakstellingen op te leggen, kortingen op te leggen. Ik denk waar de discussie nog over zal gaan, is bij een deel van de raad althans over de subsidies, waarvan we hebben gezegd in 2020 wilden we daar 500.000 euro minder aan uitgeven, oplopend naar 2023 2 miljoen euro. Ik verwacht, als het ergens over zou kunnen gaan, dat daar nog de discussie over is. Een deel van de raad heeft al uitgesproken graag dat wij heel kritisch zijn, kijken naar die subsidies en welke maatschappelijke vraag daarmee wordt ingevuld. Maar goed, ik verwacht dat daar onder andere een discussie over zal zijn. Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Graag feliciteer ik u daarom ook van harte met deze prijs en het is mij een eer en genoegen dat ik u de oorkonde en de plaquette mag uitreiken ten bewijs dat u die prijs daadwerkelijk heeft ontvangen. Ja, hè? Ja. Dan wordt deze ook bij. Wat doet dat met u, meneer Cornelissen? Nou, ik voel me vereerd, maar daar heb ik het ook mee gezegd. Maar ik hou er niet zo van om op de voorgrond te treden. En ik ben een werker, een beetje in stilte. U werkt een beetje in stilte. Ja, voor boeken schrijven heb je niet zo heel veel lawaai nodig, hè? Nee, ik zit in archieven en dat vind ik prachtig werk om te doen. En die prijs, dat waardeer ik, maar dat het is maar een facetje. Ja. Maar toch... Is, dat is een geboorte. Dat is net een kunstwerk wat je maakt als dan de laatste woorden geschreven zijn en het boek ziet er mooi uit. Dat geeft voldoening. En dit is een kers op de taart, noem het maar zo. Mans Karberg is een stripfiguur bedacht door Gerard Vloedbelt in 1927. En het gaat over een Almeloze jonge man die in de oorlog met Napoleon heeft gevochten en terugkomt in Almelo en bij God niet weet wat hij met zijn leven aan moet en dan alleen maar verhalen gaat vertellen, volledig uit de duim gezogen, over wat hij allemaal heeft meegemaakt in de cafés in Almelo onder het genot van drank en sigaren. Oké, het is dus een verzinsel, maar de prijs, dat is geen verzinsel. Nee, dat klopt. Kapberg betekent eigenlijk iets van, kun je uitleggen als Kapberg of Hooiberg. Waarom die naam helemaal gekoppeld is aan deze toch wel voor ons belangrijke prijs, is mij niet bekend. Maar goed, hij heet nu zo eenmaal en hij wordt vandaag voor de 11e keer uitgereikt.
Ja, dat is al vanaf 1969, hè, heb ik begrepen. En waarom maar één keer in de 5 jaar? Goeie vraag. Heb ik ook niet direct een antwoord op. Maar ik denk dat het gewoon, als je het elk jaar gaat doen, wordt het ook een beetje routine. En we willen het eigenlijk toch wel heel bijzonder en speciaal houden. Dus iemand moet het wel echt verdiend hebben. En nou ja, dan hebben we ook tenminste behoorlijk de tijd om erover na te denken wanneer we weer aan iemand een prijs willen geven. Maar nogmaals, het is vooral denk ik dat je dat niet elk jaar moet doen. Dat, dan devalueer je misschien toch wat de prijs. Dat is onze indruk wel. Blijk van waardering voor de inzet die je voor ABLO hebt gepleegd, hebt geleverd, wil ik je meedelen dat het gemeentebestuur jou de ABLO-speld toekent. En ik wil je vragen naar voren te komen, zodat ik je kan uitreiken. En ik kom jou met recht toe. Ik hoop dat je hem, om elke dag te dragen is die wat fors. Maar vertel iedereen en laat het af en toe zien dat je hem met recht gekregen hebt. Ik ga hem bij je opstellen. Dames en heren, dat deze toekenning is geschied op grond van zijn, jouw, Peters, grote betrokkenheid bij maatschappelijke initiatieven op het gebied van zorg, welzijn en armoedebestrijding in de gemeente Almelo. Peter van der Hout nam persoonlijk en met de door hem geleide woningstichting Beter Wonen verantwoordelijkheden voor de oplossing van allerlei sociale vraagstukken, uitgaand boven wat van hem en zijn corporatie verwacht mocht worden. En hij is daarmee een lichtend voorbeeld van maatschappelijk ondernemerschap. Peter, van harte gefeliciteerd. Peter, dank voor de mooie woorden. Dat is wel een totale verrassing en ik had zoiets van, goh, ik zie een burgemeester met een ambtsketting staan. Dat wordt wel een officieel karakter, maar ik had deze niet zien aankomen. Maar ik ben er wel hartstikke trots op en ook wel door ontroerd. Ja. Zelf te gaan kijken. Rekenkamer is een manier om te gaan kijken. Verder leek het me ook wel leuk om ik ben op dit moment voorzitter van de Rekenkamercommissie in Midden-Drenthe. Dat geeft wel aan, en zo heb ik ook de advertentie gelezen, dat uw raad hecht aan samenwerking binnen de kaders tussen de gemeenteraad en de Rekenkamercommissie. Dat spreekt mij aan. En dat sluit ik aan bij de vorige spreker, mijn toekomstige collega. Wij willen graag goede dingen doen voor anderen. Goedenavond, Jasper Hillesma. Zo'n doofzeel en zo'n cv als mijn voorganger heb ik niet. Ik heb mijn enthousiasme en ik heb ook wel enigszins, denk ik, verstand van zaken. Ik ben, zoals je misschien op mijn cv gezien hebt, bestuurskundige. Ik heb ook 8 jaar lang in de Rekenkamercommissie van Coevorden gezeten. Daar moest ik in 2018, eigenlijk met pijn in mijn hart uit, vanwege zittingstermijnen en dergelijke. Zeker gezien de voorgeschiedenis, het is niet zo leuk om daarover te beginnen misschien, maar ik vind dat wel van wezenlijk belang. We hebben hier wat eigenaardigheden gehad met de vorige rekenkamer, en aan wie dat heeft gelegen, dat maakt niet zo heel veel uit, maar ik hoop dat het ons lukt op een betere manier met elkaar om te gaan. Problemen vroegtijdig te signaleren en meer dan signaleren ook bespreken, want anders dan wordt het mogelijk weer in de stek. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Meneer Hillesma, dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Van harte gefeliciteerd. Ik heb nog een.
Meneer Mastwijk, u heeft gesolliciteerd als extern lid van de rekencommissie van de gemeente Almelo. En u bent vanavond niet alleen benoemd, maar ook beëdigd. Wat was uw motivatie om te solliciteren naar deze functie? Nou, ik heb gekeken hoe de betrokkenheid van de raad is. Omdat ik het als lid van de Rekenkamercommissie belangrijk vind dat er goede wisselwerking is met de raad. Omdat we uiteindelijk voor hetzelfde doel staan, namelijk het goede te doen voor de inwoners van Almelo in dit geval. En als de raad duidelijk aangeeft goed in overleg te willen met die Rekenkamercommissie, zo, waarbij overigens iedereen zijn eigen rol moet spelen, dan denk ik van nou, dat is een club, daar wil ik wel een poosje voor werken. U heeft nogal wat bestuurlijk politieke ervaring. Hoe denkt u deze erin te kunnen zetten? Nou, ik ben 69 en ik heb inderdaad, als je dat zo mag zeggen, verschillende takken van sport heb ik bedreven. En ik denk samen met mijn collega externe leden dat wij alle drie iets inbrengen, waardoor we in goed overleg met de interne leden van de Rekenkamercommissie, dus de raadsleden, dat we een goede invulling kunnen geven de komende 4 jaar aan de rekenkamerfunctie. De geschiedenis van de doopsgezinde gemeente in Almelo gaat terug tot in de 16e eeuw. Op de plaats waar nu de kerk staat, Grote Straat 57, werd in 1684 een woonhuis omgebouwd tot kerkzaal. Wel moest het een schuilkerk zijn, dat wil zeggen, aan de buitenkant mocht niet zichtbaar zijn dat het hier een kerkgebouw betrof. Aan de straatzijde van de schuilkerk bevond zich een woongedeelte, terwijl de ingang van de kerkzaal zich in de gang links van het gebouw bevond. Gravin Sophia van Rechteren verleende toestemming tot het bouwen van een orgel. Het orgel en de preekstoel daaronder zijn uitgevoerd in Louis XVI-stijl, passend bij de nieuwe voorgevel. De kerk biedt plaats aan ongeveer 80 kerkgangers. Ook worden er regelmatig concerten gegeven. En 22 september is het weer zover. Dan gaan we voor de 27e keer op pad om de ateliers van Almeloze kunstenaars te bezoeken. Dit keer doen er 37 kunstenaars mee. Van wereldfaam, maar ook mensen die net beginnen.
In ieder geval allemaal professionals, buitengewoon de moeite waard. En Almelo is heel trots dat ze zoveel talent aan boord heeft. Dus stap op de fiets, kom een boekje halen en ga het zien. En het is alweer de zesde keer dat we dit doen. Vorig jaar meer dan 1000 deelnemers, mensen allemaal alleen. Ik zou zeggen, doe mee. Het is voor wandelaars, voor fietsers, voor hardlopers, voor individuele mensen, gezinnen, scholen, bedrijven, voor ieder wat wils. Je kan meedoen, je kan komen kijken. Ik zou zeggen, Almelo alleen, doe mee. www.almeloalleen.nl Gaat hij toch naartoe? Hij gaat hier naartoe. Oh, naar de boot. Dus dan klimt hij in de kajuit, denk ik. Hij vond het spannend. Vindt hij het spannend? Ja. Oh. Jij moet die lezen. Oh ja, ik moet lezen. Kijk, nou nu gaan ze varen en de walvissen zwemmen erachteraan. Zie je dat? Ja. 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 Want hij wil naar hun. Hij wil naar hij toe. En het zoontje zwaait naar de en papa. En nu moet hij heel lang wachten. Oh ja. Ja, nou wordt het donker en dan moet hij eigenlijk naar bed, hè? Ja. Dan staat hij nog voor het raam te turen. Dan zal hij toch aan het denken zijn. En nou omhelst Boy zijn opa. Hier staat vader. Oh ja. Kom Sim, we gaan voetballen. Schaam je niet. Bel 0800 0234 444.